was super, Supergirl. Bedankt, coach. En dat was heel bijzonder. Geeft u me nu een compliment? Ik ben zeker aan het dromen. Ah, nee, toch niet? Je kunt het. Alleen Martine. Laat het los. Volgende keer beter. Hey, iedereen maakt fouten. Ik kan het weten. Het gebeurt mij anders nooit. Ik zie een fout juist als een mooie kans om er iets van te leren. Wow! Juryleden, wat voor score krijgt Supergirl? Jij bent hier niet welkom, please. Ik zou haar een -10 geven. Please, wat komt zij hier doen? We spelen niet tegen de Korrigar Academie. En al was het wel zo. De laatste keer werd ze zo boos over haar scores dat ze van de jury nooit meer mag deelnemen. Jullie gaven mij een veel te lage score. Je moet het verdienen. Met zo'n houding snap ik waarom je nooit meer mee mag doen. Ik sla je weg, vlieg. Leer je woede eens te beheersen. De jury had ongelijk, want ik maak geen fouten. Ik zie een fout juist als een mooie kans om er iets van te leren. Nou nog eens het perfecte team. Waarom maak je je zo kwaad over het scoren? Ik ben niet kwaad op de jury. Ik ben boos op mezelf, omdat ik fouten maak. Ik zie een fout juist als een mooie kans om er iets van te leren. Probeer positief te blijven en maak je toch niet zo druk om kleine dingen. Ah, breng me nou maar naar de cel. Misschien is zo'n lange, opgewekte pep talk van Supergirl wel een ergere straf.